Zie, ik doe het netjes. Heb je dat gehoord? In totaal 40 vrouwen bij AVR, van de 470, dus net iets minder dan 10%. Van die 40 werken er 24 echt in hele technische gebieden. En dat mogen er meer worden. Daarom geeft Janine de meiden van het Libanon Lyceum een rondleiding over het terrein van de AVR. Dat doet ze in het teken van de Girls' Day, een dag waarop vrouwen kennis kunnen maken met technische vakken. In de hoop zo het cliché dat alleen mannen in de techniek werken te doorbreken. We willen heel graag stimuleren dat ook meisjes dit vak kunnen kiezen. Er zijn heel veel verschillende beroepen die je bij AVR kan doen en dat willen we graag laten zien. Zie je een technisch beroep zitten? Ja. Nou, dat weet ik nog niet. Nee, ik denk het niet. Ik denk dat het niet echt iets voor mij is. Wat zou je later willen worden? Rechter. Wat zou je willen worden later? In de richting van advocaat. Dat is niet heel technisch, hè? Inderdaad. Maar toch even kijken hier voor oriëntatie. Ja. Dit is de oven waar alles wel ingegooid wordt en verbrand wordt. Vaak zeggen ze dit is een mannenwereld, of een vrouw heeft het zwaar in de mannenwereld, of het is zwaar werk. Maar zelf ervaar ik dat niet zo. Is dit nou echt mannenwerk of kunnen vrouwen dit ook? Vrouwen kunnen dit ook. We hebben een vrouw in de ploegen zitten. We werken met 5 ploegen en in 1 ploeg zit een vrouw. Dus die kan dat ook doen. Vrouwen kunnen dus net zo goed als mannen het technische werk opknappen. Maar of het voor de dames van het Libanon Lyceum iets is... Ze vonden de geur van het afval nogal moeilijk te verwerken. Was het nou echt zo slecht te harde daarbinnen? Ja, echt zo erg. Nu weer frisse lucht in de longetjes. Je neus, hartstikke leuk.